Joris van Bergen, leden van de dorpsraad, burgemeester van Os, mevrouw Buijs, gedecoreerde en in het bijzonder de heren Gerrit van Schaik en Gerard van der Zijde, die afgelopen vrijdag hun koninklijke onderscheiding hebben mogen ontvangen, leden van de Harmonie, Scouting, EHBO, familie van Dijk en vooral jullie jongens en meisjes. Van harte welkom. Het Oranje Comité vindt dat Koninginnedag, de officiële verjaardag van onze vorstin, vooral moet draaien om jullie jongens en meisjes. De afgelopen 5 jaar hebben wij hier als bestuur haar invulling in proberen te geven. In samenwerking met de Scouting, de Dorpsraad, de familie van Dijk, de Harmonie en vele anderen hebben wij dit evenement langzaam, maar zeker opgebouwd tot een gebeuren waarbij het hele dorp zijn steentje zeker aan meegedragen heeft. Met een beperkte begroting en ondersteuning van de Scouting uit Berchem zijn we de afgelopen jaren in staat geweest om deze dag werkelijk ieder jaar weer tot een feest te maken. En het weer speelt ons dit jaar toch echt wel weer mee. We hebben dit met veel plezier gedaan. Na 5 jaar zijn we echter gedwongen vanwege andere verplichtingen als bestuur onze werkzaamheden te beëindigen. We gaan ervan uit dat een ander bestuur zal aantreden na 4 mei aanstaande. Een hartelijk welkom aan onze nieuwe burgemeester Buijs. Ze is voor het eerst in Berchem aanwezig bij Koninginnedag en we vinden het fijn dat ze ondanks haar drukke agenda aanwezig zal zijn. We zullen eerst de vlag gaan hijsen onder begeleiding van het volkslied gespeeld door de Harmonie. Daarna vertrekken we met de versierde fietsen in optocht achter de Harmonie aan. Na de optocht zal de burgemeester het woord tot ons richten en de prijs uitreiken. Daarna brengen we een toast uit op Hare Majesteit de Koningin. Na de toast kunnen de kinderen beginnen aan de spelletjes en het programma duurt dan ongeveer tot 1 uur. Harmonie, mag ik jullie verzoeken om klaar te gaan staan? Ja, dat is een fijne keer.
fietsen, hè? Mooi, hè? Geweldig om hier zo te zijn. Het is mijn eerste keer om hier Koninginnedag te vieren en ik moet u zeggen, u weet wel wat feestvieren is. Dat heb ik natuurlijk met de lichtjesoptocht al gemerkt. Maar u hebt het wel begrepen. En als ik zo die optocht zie met al die stralende kinderen en die fantastische fietsen, denk ik dat de jury ontzettend veel moeite heeft gehad om te zorgen dat er winnaars worden gekozen. Prijs die ik mag uitreiken. En er moet hier ergens rondlopen iemand met een hele mooie fiets. En die is pas 2,5 jaar oud. En hij heet Willem van Erp. Die mag als eerste de prijs in ontvangst nemen. Willem, waar ben je? Wat zeg je dan? En dan is er nog iemand met een hele mooie fiets en die is 3 jaar. Kom maar. En dat is Job. Dankjewel. En dan hebben we ook dames in het gezelschap, ook iemand van 3 jaar. En dat is Lotte, Lotte Schepers. Gelukkig zijn er nog meer prijzen en ik heb hier een prijs voor iemand van 4 jaar. En dat is voor Just Roelofs. Heb je nog een juffrouw? Juffrouw Karin, zwaai met de juffrouw Karin. Zeg maar dag juffrouw. Zie ze, die is op de televisie dan. Zeg maar dag juffrouw Karin. Ja? Goed zo. Kijk eens, even mailen. Oh, en we hebben nog een prijs voor iemand van 4 jaar, voor Ilse. Goed zo. Ken je de prijs? En dan een dame van 5 jaar. En dat is Lisanne van Erp. Goed zo, hè? Mag een fiets van. En dan is er nog iemand van 5 jaar die een prijs heeft gewonnen. En dat is Rick den Brok. En we hebben een prijs voor iemand van 6 jaar. Goed zo, Rick. En die prijs is voor Sven. Sven Zegers. Ongelooflijk, wat een mooie fiets. Thank you.
maar dag juffrouw Inge. Nee, okay. Nee, ja, ik moet zwaaien. Mama. Zwaai maar ook, mama. Mama, zeg dan mama. Ja, goed zo. Ja, maar die hoort. Ja. Ik krijg je ook. Ik heb eerst al een meneer van harte gefeliciteerd met uw mooie fiets. Wat hebt u dat voor gedaan? U krijgt van de burgemeester een hoofdprijs. Alsjeblieft. En dan zijn we alweer gekomen met de laatste prijs. En ik wil tegen iedereen zeggen die geen prijs heeft gehad, dat het ontzettend moeilijk was om te kiezen. En dat we zoveel mooie fietsen hebben gezien. Dus niet getreurd, jullie hebben een fantastische fiets. En de laatste prijs is voor iemand van 7 jaar. En dat is voor Danique Broekman. Danique, volgens mij heb ik je zus al gezien. Dames en heren, laten wij een toast uitbrengen op Hare Majesteit de Koningin. Leve de Koningin! Hoera! 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 Hoera!